Wow, wow. Het is toch bizar. Oh, hij begint hier. Ik lees de hele tijd van hier, hè? Ja. 1,69. Wat zei hij? Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. De laatste weekvlog van 2018. In deze weekvlog gaan jullie van alles wat eigenlijk zien. Ik heb kerst gevierd, heel veel. Ik ben met familie geweest, ik heb feestjes gehad. Het was echt een superleuke week, maar ook een te leuke week eigenlijk om te filmen. Ja, misschien denken jullie, hallo, dat wil je toch juist filmen? Alleen, ik vergat het gewoon, omdat het zo leuk was. Toen ik met familie was, wilde ook niet allemaal familie op de camera. Ik vraag dat niet per se, maar ik weet gewoon eigenlijk dat ze dat niet willen. En ik weet ook niet of ik dat wel wil, dat ik echt al mijn privacy weggeef. Dus ik dacht, ik vertel eigenlijk gewoon eventjes elke keer wat ik heb gedaan. Zodat ik niet overal een stom tekstje hoef neer te zetten, maar dat ik het gewoon eventjes aan jullie uitleg. Dus laten we beginnen met deze weekvlog en veel kijkplezier. Op maandag kreeg ik nieuwe clip-in extensions en ik ging 's avonds naar de kerk. Dat heb ik niet gefilmd, maar mijn extensions wel. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En we zijn gisteren uit eten geweest met familie. Met Simma gaat trouwens alles goed en die was dus gevallen. Maar Stefan heeft er gelukkig op gevangen. Held. En ik heb vandaag extensions binnengekregen. Bewaarmapje of zo. Ja, daar kan je extension op hangen. Dit is de kleur. Oh, hier kan je mee testen. Het is echt hetzelfde kleur als je haar. Echt? Ja. Maar mijn haar is normaal als ik het laat doen weer wat donkerder, of niet? Nee, je haar is denk ik die kleur. Maar nu is het net even iets roder. En dat is gewoon assiger. Ik wil het uit het netje halen. Oh, het voelt... Oh, dat is heel raar. Wow. Het moet je voelen. Wow. Is dat echt haar ook? Het is wel echt dezelfde kleur, want het is echt bizar. Wow. Gewoon echt hetzelfde, hè? Oh mijn god. En het is van Luxury for Princess en ik heb ze nu in. Ik heb ze nog niet in zoals het eigenlijk hoort volgens mij. Want ik moet er nog heel erg aan wennen, maar... Moment. Het is toch bizar. Ik vind het zo cool. Mijn haar heb ik binnenkort weer even geverfd, dus dit oranje dat gaat weer een beetje weg. Maar verder is het zo erg mijn kleur. Dat is echt bizar. Ik ben er ook echt heel blij mee. Ik kan niet eens allemaal haar op de foto doen. I mean, what the fuck. En eigenlijk als ik het dan echt zeg maar zou dragen, dan zou ik mijn eigen haar nog een beetje krullen. De extensions ook krullen. Maar ik wil ze gewoon eventjes allemaal indoen. En ik ga ze er nu even uithalen. Ik vind het ook heel lastig nog om ze in te doen. Het is helemaal geen moeilijk systeem. Dat heb ik nu ook al wel een beetje doorgehad door alle filmpjes die er op YouTube staan. Ook op mijn eigen YouTube. Maar het is gewoon eventjes heel erg wennen. Je moet het gewoon even onder de knie krijgen. Ik denk dat ik het ook binnenkort even met mijn moeder even check. Van, hey, kan je me helpen? Kan je het misschien even doen? Het is echt, het is zo grappig. Want ik heb dus een hele lange tijd lang haar gehad. En ik herken mezelf nu gewoon niet terug als ik dan nu mijn haar zo heb. Ik moet ze echt zoeken. Ik had er eentje met 4 clips ook in gedaan. En het zijn dus clip-in extensions. Dus zoals je ziet, niet forever dat ik ze in mijn haar moet doen. Kijk, het zijn van die clipjes. Doe je gewoon. Zo maak ik ze open en dicht. En dan heb ik er gewoon een heel mooi tasje bij gekregen. Dat is echt top. Wow, en dan... Ik heb zo'n fucking kort haar. Ik vind het wel heel erg leuk dat ik nu een beetje kan spelen met mijn haarlengte. Ik bedoel, hoe leuk is dat? Kijk, en dan heb je nog 2
Met twee clips. Een haar. Echt heel ziek. Kijk, en dan heb je dit tasje. Daar zit het dan in. Dat kan je dan gewoon zo netjes ophangen. Top! Eerste kerstdag gingen we met z'n allen brunchen met Steven en mijn ouders. En toen kwamen aan het eind van de middag mijn oma's. En later kwam ook nog mijn neef langs, super gezellig. En Steven die ging piano spelen met mijn neef en piano spelen met oma. En dat ga je ook allemaal zien. Steven, wacht even. Julia, wil je die koffie jou even Steven geven? Ik vind het wel heel leuk, maar ik wil het gewoon even mee kunnen doen. Ik moet je mee volgen. Ja, nog een keer. Kom. Ik kan niet zitten. Ik zit in de weg. Nou, we beginnen. Oh, hij begint hier. Ik lees de hele tijd van hier, hè? Ja, kom op. Ja, gingen we 's middags naar de McDonald's en eventjes naar Harderwijk. En 's avonds gingen we eten bij de ouders van Stefan, maar dat heb ik niet gefilmd. Maar de McDonald's wel. Onze tweede kerstdag. Mickey. Donderdag, derde kerstdag, was ook een hele leuke dag, want we gingen 's avonds met allemaal vrienden eten. We hadden een soort van georganiseerd kerstdiner. Stef en ik hadden dat idee eigenlijk al een hele tijd geleden. En dat is ook gewoon allemaal gelukt en daar was ik heel erg blij mee. We hebben lekker bij Lisanne en Danielle gegeten. We hebben met z'n allen eigenlijk wel ervoor gezorgd dat we wat konden eten. En het was vooral echt heel gezellig. Hallo! Oh, ik moet vrolijk doen. Dankjewel. Maar je moet ook een intro maken. Daniels! Hey! Zo jij. Zullen we zo'n Vogue 100 vragen doen? Ken je dat? Ja, dat ken ik. En dan ga je zo meelopen. Ja. Ik pak even wat water. Dat ken ik niet. Wat is het dan? Nou, dan gaan ze toch iemand interviewen. Ik ben 11:60. Kutzooi. Hij is te veel. Ik kan niet meer hoger. Nu moet ik. Gemiddelde lengte vrouw 182,5 cent. Je moet maar dat kan niet meer. Oh, wacht. Hoe laag toch? Ik wou Oh, daar ben ik gemiddeld. Gaat niet zo goed, Steven. Dat is gemiddeld. Wat ben jij? Nee, ja, dat is gemiddeld. Ik heb hier nog eentje. Wat is gemiddeld? Ja, wie dat er dan ligt voorbij? 1,69. Wat zei je? Oh, thanks. Heb je bewijs? Steven is druk.
Vrijdag heb ik niet zo heel erg veel gedaan. Ik heb gewerkt en ik ben even met Stefan naar de bakkerbaard geweest. Zaterdag spreekt wel voor zich, daar heb ik me aangemeld voor mijn rijlessen bij Van Buren. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik ga me nu even aanmelden voor mijn... Zo, ik ga me even aanmelden voor mijn rijlessen. Ik wil heel graag mijn rijbewijs halen en ik weet dat je bij Van Buren best wel snel je rijbewijs haalt. Dat het best wel snel gaat, heel goed gaat, gewoon allemaal goed geregeld. Als je instructeur niet bevalt, instructrice, dan kan je gelijk omwisselen. Dus ik ga daar rijles nemen en ik ga maar even kijken wat ik allemaal kan kiezen, wat voor lespakket ik wil nemen en ja, dat ga ik jullie even laten zien. Even kijken, rijopleidingen. Nou, ik wil dus voor een personenauto, praktijk en theorie. Even hier kijken. Geen inschrijfgeld. Citytrip, parkeergarage en McDrive. Nou, ik heb in ieder geval naar McDonald's als ik mijn rijbewijs heb. Aanmelden proefles. Ik wil graag meer informatie over theorie en praktijk. Categorie personenauto. Nou. Hier, even kijken. Uitstekende beoordeling van klanten. De beste instructeurs. Unieke lesmethode. Er wordt niet gerookt. Lessen waar en wanneer jij wil. Rijbewijs in 10 dagen. Rijles duurt 60 minuten en geen 50. Ouders kunnen les meerijden. Ik zag ook dat, dat hoorde ik van iemand. Dat je voor je, even kijken. Ik wilde iets kijken. Dat je bij je theorie een coach krijgt, je persoonlijke coach. Maar dat ga ik jullie laten zien als ik ook daadwerkelijk mijn theorie ga volgen. Ik heb me nu even aangemeld voor proefles en ik weet eigenlijk zeker dat ik daar ga lessen. Dus eigenlijk is dat al mijn eerste rijles. En ik heb er zin in. Let's go! Ik heb een heel mooi Tommy Hilfiger petje gekocht. En Stef heeft een heel mooi Tommy Hilfiger jasje gekocht. Ik heb ook een van Calvin Klein nog 2 strings gekocht en een BH. Dit vind ik echt top van het merk. Zit altijd heel erg lekker, dus dat heb ik daar gehaald. Goedemorgen, de laatste dag van mijn weekvlog. En ik ben echt nog steeds een beetje bang dat die echt heel kut is. Maar ik heb natuurlijk ook weer uitgelegd aan jullie waarom die zo kort is. En ik hoop dat jullie het begrijpen. En ook kunnen bedenken van, goh, hoe zou het zijn als ik met mijn familie ben. Mijn familie zit er namelijk echt niet op te wachten dat ik ze de hele godganstijd ga filmen. Dus vandaar. En je wilt het ook gewoon leuk hebben. Dus niet alles hoeft dan op camera. En ja. Ik hoop gewoon dat het nog steeds een leuke vlog is. Ik ga me nu even klaarmaken. Eigenlijk wil ik mijn haar wassen vandaag. Maar we werden om 12:30 wakker. En zijn moeder heeft vindt het leuk om mee te gaan naar Harderwijk. Toen hebben we toch bedacht om naar Batavia-stad te gaan. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik heb dit aan. En ik heb dit ook. En toen hebben we bedacht dat we zo heen gaan. Dus ik maak me snel klaar en dan gaan we. Ik draai altijd zo mijn kastje om. En dan ga ik hier mijn make-up doen. Dus ja. Het was weer maandag. Vandaag dus. Eind van een week vlog. Eind van het jaar ook. Het is vandaag oudjaarsdag. Ik wil in ieder geval zeggen dat ik echt heel erg heb genoten van dit jaar. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb mijn allereerste baantje gehad in de horeca. Ik heb, ben heel erg gegroeid in privé. Ik heb heel veel lieve vriendinnen en vrienden gekregen. Ben naar heel veel feestjes geweest. Ik ben 2 keer op vakantie geweest met Stefan. De relatie met Stefan was ook vooral in dit jaar. Met mijn carrière ging het goed. Ik heb een nieuwe single uitgebracht, maar het ging niet zo goed als ik had gewild. Ik had veel meer willen doen. Je hoort op de achtergrond ook allemaal vuurwerk. Maar ik ga daar keihard aan werken in 2019. 2018 was gewoon vooral een topjaar in privé. En 2019 wordt een topjaar qua samenwonen. Zoals ook privé eigenlijk. Samenwonen, studeren. En ik wil heel veel nieuwe singles uit gaan brengen. Dus ik hoop dat jullie ook een heel erg leuk jaar hebben gehad. En dat jullie vanavond en vannacht een hele fijne jaarwisseling hebben.
drink lekker veel, eet lekker veel oliebollen en ik heb morgen waarschijnlijk een kater. Doei! Heel erg gelukkig nieuwjaar. En bedankt voor alles dit jaar. Bedankt voor alle abonnees, bedankt voor alle volgers. Bedankt voor alle lieve reacties. I love you guys. En we gaan volgend jaar weer knallen. Doei!